Ik wil er nog één doen. Deze heet Kletterdij. En deze is ook bedoeld om voor te lezen bij het omzetten van de Alve Fontein in de Alve Friese steden. Maar vanzelfs kan dat net zo gaan tot het virus. En daarom heb ik de tekst een beetje aanpast. Komt er. Kletterdij. Joert hier de dij west, dat mijn loert en willen, de kraan weer iepen draait willen zoen, van de Alve Fontein op het plak dat van aards de lineboom stier. Symbolisch zoen het plak van bien waar komen, dat roemt in de midden, dat elke nien normaal sprutsen zonder virus argewaasje zijn gedachten varren litte mij. Want in de midden moet het heven, symbolisch het stek, net alleen nog voor vreunen, maar vooral ik voor die man als vrouw die het heel oors in zin had. Want zat een skrandeld persoon uit de gediek al dus zei, de gruste vijand is de beste meiwerker, juist de tjinstander maar daarbij. Ja wis, alle kanten van de zaak zullen we in het eigen houden matten, omdat morgen de zaak de wis alweer oors hinnen lezen zil. Alle eren en eigen hebben nodig, zodat uiteindelijk, hopelijk, linksom of rugsom, deze virus, argewaasje, weer bedimmen voor de kin. Zodat, met een beetje geluk, over een iertiert, op dezezelfde kletterdij, en elke nieuw wij in grutte kloften, om die Alve Fontein heen herinneren mij. Dank u wel. Een prettige zoen en sterkte aanwezig voor iedereen die het nodig had in drege posities. Ontzettend.